Ja, ik wil graag een pizza salami en een pizza met extra veel groen. Want dat wilde Fred en die zit buiten. Top, dankjewel. Nou jongens, laten we naar buiten gaan. Fred, ik heb je pizza met extra veel groen besteld. Ik weet niet precies wat je ermee bedoelde, maar... Lekker. Maar ik heb hem besteld. Hoezo snel eten? Nee, Fred, jij zit de laatste tijd alleen maar je spelletjes te spelen. Alleen maar achter de computer. Ja. Alleen maar, weet ik veel wat. Maar je moet ook genieten van het buitenleven. Kijk en nou even. Ik ben verslaafd. Ik weet het, maar kijk nou even naar je omgeving. Je hebt hier het prachtige kasteel. Je hebt daar de bank. We zitten hier lekker aan het water bij Poos Pizzeria. Geniet er af en toe even van, Fred. Doe ik, maar ik heb hier veel genoeg lang gelopen. Ja, maar jij zit alleen maar je spelletjes te spelen de laatste tijd. Dat klopt, en daarover gesproken. Fijn dat je er bent. Ik heb iets nieuws. Je hebt iets nieuws, wat heb je nou weer? Ik heb een nieuw spelletje gemaakt. Ja, ik heb vorige keer je spelletje gespeeld, Fred Simulator, en dat was met een axolotl en zo. Hartstikke leuk, dat heb ik nog uitgespeeld en jij niet. Maar is het weer zo'n spelletje, want ik vond het leuk, alleen... Ja, ik weet niet of je jezelf hebt overtroffen of dat we weer een beetje hetzelfde gaan doen. Ja, nee, wat, ja... Ik heb iets nieuws gemaakt en je kan je eigen karakter kiezen. En dan ga je een heel avontuur beleven tegen elkaar. Tegen elkaar, een heel avontuur. Ja. Nou weet je, laten we even onze pizza opeten. Dan ben ik wel benieuwd. Is het in je huis of? Net ernaast. Het is niet in je huis. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd. Ben ik er wel eens geweest? Nee. Nee, oké. Nou, weet je, we gaan lekker ons pizzaatje eten. Dan komt de pizza extra veel groen aan en een pizza salami. En dan gaan we daarna, die kant op. A few moments later. Hou de fooi maar. Nou, Fred heeft afgerekend, jongens. We hebben heerlijk lekker pizza gegeten bij Poos Pizzeria. Is het gelukt te betalen? Ja. Ja, top. Snel. Nou, dan gaan we die kant op. Ja. Hoezo nou snel? Doe eens rustig aan, joh. Jij wil alleen maar, dat zeg ik, geniet even van de omgeving, man. Kijk hoe leuk het er allemaal uitziet. En jij wilt alleen maar binnen je huis in spelletje spelen. Ja, heel leuk. Heel leuk, ja, dat snap ik. Ik ben wel heel benieuwd wat Fred gemaakt heeft, jongens. En vorige keer had hij een axolotl game. Was leuk en zo, maar ik ben benieuwd. Hij beweert nu dat hij echt nog wat veel bijzonderes gemaakt heeft. Waar heeft hij het dan over? Vraag me af. Het is niet in zijn huis, maar het zit er wel naast. Gaan we deze kant... Oh, dat is nieuw. Wat is dit? Huh? Dit is nieuw. Nee. Wat is dit? Dit ken ik helemaal nog niet. De lift. Oh, de lift. We gaan blijkbaar de lift in. Oké. Hier, jongens, zat Fred zijn teleporteermachine. Maar die is natuurlijk helemaal ontploft en fout. Kom nou. En weet ik wat er... Wat? Wat is er? Hij is er bijna. Hij is er toch nog helemaal niet? De deuren zijn letterlijk nog dicht. Nee. Nee? Nou, ik kan hier niet doorheen lopen, hoor. Oh, kijk. Daar is hij. Heel top. Nou, dan gaan we erheen. Welke verdieping is het? De onderste. Gaan we naar... Ik wou zeggen, is dit... Waar zitten? Kunnen we naar boven of naar beneden? Nee, naar beneden. Ah, nou, oké, prima. Dan doe ik de liftdeuren wel dicht, zo. Ja. Hoppakee, juist. En dan de onderste, zeg je? Ja. De onderste. Nou, helemaal prima. Fred! Ik... Oh, natuurlijk heeft hij liftmuziek toegevoegd, jongens. Het kan ook niet anders dan dat Fred liftmuziek heeft toegevoegd. Leuke jam, Fred. Zin in. Ja, helemaal top. Fred, heb jij ook de lift in de bank gemaakt? Want die duurt net zo lang als deze lift. Ja, het is echt letterlijk. Snelheid. Waarom kan je niet snellere liften bouwen? Kan wel. Maar waarom doe je het niet? Oh, zijn we er? Oh, we zijn... Oh, Fred, wat is dit? Hoe heb je dit gedaan? Dit is real life. Dit is real life. Maar waarom sta ik daar? En waarom staat Justin daar, Rick en Robin? Je mag kiezen met wie je gaat spelen. Oh, ga je met God. Jezelf? Ik denk het wel. Ik denk, ik wil mezelf... Ja, ik... Wacht, ik moet mijn eigen karakter kiezen, is dat het? Ja, zoals deze. Ik mag kiezen met wie ik ga spelen, maar ja, ik wil wel als mezelf spelen het liefst. Dus doe maar, ik selecteer als karakter mezelf hier. Klik maar. Ik klik nu, 1, 2, hoppakee. Oh, mijn god, hij is nu ook... Hij heeft een rode outline gekregen. Ja, dat betekent dus de hoofdspeler. Stel je wilt deze, of deze, of deze. Is het een andere? Is het een andere? Ja, maar ik wil wel deze hebben. Ik wil gewoon als mezelf spelen. Waarom? Ja, ik wil mezelf zijn. Ik wil als mezelf spelen. Oh, ja. Oké, en dan nu moet ik op start klikken. Nee, je moet je tegenstander kiezen. Oh, oké. Dus ik kan kiezen tussen Justin, ik kan kiezen tussen Rick, of ik kan kiezen tussen Robin. Ja. Weet je, ik doe meestal dit soort dingen met Robin, dus laat ik maar Robin als tegenstander kiezen. Dan kan ik hem een keertje verslaan. Maar weet Robin dit, wordt dat dan Robin zelf of een robotversie van Robin? Zelf. Maar hij is hier nu niet. Nee. Maar hij gaat wel meedoen als ik hem selecteer. Ja. Oh, nou, kan ik hem selecteren? Ja. 1, 2, hoppakee. Ja. Oh, dus nu is Robin is team blauw en ik ben team rood. Dat is een beetje het ding, hoe het zit. Ja. Dus hij is mijn tegenstander.
En ik ben... Oh, maar dus nu ga ik... Ik ben... ik heb gekozen met wie ik wil spelen. Mezelf en met Robin. Of tegen Robin. En dan wat gebeurt er met Rick en Justin? Die doen dit spel niet mee. Oh, maar daar zou ik wel mee kunnen spelen. Dat kan. Je kan op start drukken. Ik vind het spannend. Wat voor spelletje ga ik spelen? Fred, ontsnapping 4. Fred, ontsnapping 4. Nou, ik ben heel benieuwd. Fred, we gaan het spelen. Daar komt hij. Doei. Dan ga je meekijken. Dankjewel. Ja, ik ga kijken. Ik ben kijken heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Alright. 3, 2, 1. Waar ben ik? Ik ben ineens in een hele andere ruimte. Robin? Wat is dit nou weer? Wat, je ik bent er zit echt hartstikke rustig in de tuin, lekker in de zon. En ik zit ineens hier in dit spel. Ja, welkom in Fred Ontsnapping 4. Fred heeft mijn spelletje laten zien en ik kon mijn tegenstander selecteren en ik heb jou gekozen. Waarom? Ja, ik kon kiezen tussen jou, Rick of Justin en ik dacht ik wil wel tegen jou spelen. Maar ik heb hier echt helemaal geen zin in, wist je dat? Ja, maar doe Robin, weet je, de enige manier hoe je weer terug de tuin de zon in kan is door te ontsnappen. We moeten samenwerken of tegen elkaar om te ontsnappen. En ik ben heel benieuwd of dat ons gaat lukken. Zullen we gewoon beginnen? Ja, nou, ik heb hier een stenen knop die op lapis lazuli kan. Ik heb hier een stenen knop die op op wakkerblok. Ja, ik heb hier een lapis lazuli blok. Zullen we ruilen inderdaad? Hier, krijg jij die van mij, dan krijg je deze. Oké, dan klik ik erop en ponk. Ja, level 1 parcours. Nou, okay, ik ga er snel doorheen. Oh, jeetje, dit is nog moeilijk ook. Ik kan mijn parcours... Oh, het is onzichtbaar, of niet? Jeetje, dit is moeilijk. Oké, zijn jouw blokken ook onzichtbaar? Nee. Ja, die van mij wel. Oh, misschien zien we elkaar zichtbare blokken, of niet? Nee, jij hebt geen onzichtbare blokken. Ik vind het moeilijk, Robin. Fred heeft een enorm moeilijke game voor ons gemaakt. Of, ik heb ja, wel voor mij onzichtbare blokken, inderdaad. Ja, maar misschien zitten die, zeg maar... Zitten het verkeerd als in gespiegeld van elkaar, weet je? Dat ik de zichtbare blokken van jou heb en jij hebt de zichtbare blokken van mij. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Oké, tegen deze muur hier, tussen ons in het midden. Want je hebt ook glas, neem ik aan, toch? Ja. Waar zit daar het blok bij jou? Waar? Tegen die muur in het midden tussen het glas. Ja. Waar zit het blok daar bij jou? Hij zit bij die andere paal. Schuin. Ja. Schuin? Ja, nee, maar... Wat? Ga je er eens op staan op dat blok? Sta ik. Oké, nu heb je shift niet in. Nee. Dan gok ik dat het hier is. Wacht, waar is dat dan? Oh, hier. Hier zit hij. Ja. En dan, als het goed is, heb jij hem recht richting de muur weer, de gekleurde muur. Ja, hij zit op de muur zit hij zelfs, dus ik moet hierheen. Ja, oké. Dan zit hij recht tegen de muur aan vanaf dat blok, gewoon recht tegen naar de muur springen. Oké, en als je dan richting het einde kijkt, richting dat glas, zeg maar, dan moet je gewoon rechtdoor springen. Ja, maar ik kan hier dus heen springen. Oh, rechtdoor. Oh, ik snap al wat je bedoelt. Ja, oké, rechtdoor richting het glas. Die Fred heeft gewoon volgens ons dat we echt samen moeten werken. Het heeft wel wat. Hier, kijk, hierheen. Ik ben er, Robin. Ben je er ook? Nee, want ik moet het laatste blokje nog hebben. Het laatste blokje zit, als je zeg maar tegen het glas aan zit aan het einde, weet je? Ja. Dan is het twee blokjes richting die kwartsblokken. Als je zeg maar in het hoekje staat, is het twee blokjes daarnaast. Ik snap er niks van, Max. Jawel, als je er dus bent, snap je het. Ja, als ik er ben, ja. Oké, twee blok... Dat meen je niet. Je stond erop, zeker. Ik ben gevallen. En nu moet je gewoon springen. Juist! Oké, level 2, maze. Dolf. Ah. Hallo, Robin! Wat? Boven je! Hallo! Nee! Jij moet de maze doen. Oké, wacht, ik moet je helpen. Nu naar links, ja, hierin. Ja, kijk, klik erop. Dan heb je geel. Heb je doorgang gemaakt, terug naar geel inderdaad. Dan loop je door. Dan, oh, daar heb je een doorgang, maar daar kan je nog niet in. Doorlopen. Dan, 2 seconden, blijf wel even staan. Ja, hierheen. Dan hier zo. Zo, ja. En dan hierheen. En dan hierop klikken. Dat is roze. Dat is deze kant op. Nu deze kant. Zo. Hierheen. Is het makkelijker om deze manier te weten voor jou? Dan hier naar rechts. Hier een chest en een knop. Wat zit er in de chest? Een lever. Blok of gold. Oké. En blauw. Dat heb je hier. Dat is helemaal terug. Dan gaan we helemaal terug. Deze kant op. Wacht, misschien kunnen we... Oh, hier heb je lever. Wacht, we gaan eerst die lever plaatsen. Die moet hierheen. Hier. Ah. Hier, kijk, hier kan je me ergens plaatsen. Oké, gold complete. Dan moeten we alleen nog ijzer en emerald hebben. Jeetje, wat moeilijk allemaal. Hier zit niks. Dan gaan we deze kant op. Hey, terug. Hier. Zo. Hierheen. Naar beneden. Ik vind het leuk om op deze manier te werken. Echt. We gaan helemaal terug. Dat is hierheen. Zo. Helemaal deze kant op. Gaan we terug. Hierheen. Ik zie ook zo omhoog kijken.
Kijk, hier kan je er nu in. Zie je? Geel had je al namelijk. Hier kan je er nu in. En dan heb je hier... Heb je in kist ook verder en die oranje moet je prikken. Oké. Okay. Helemaal terug. Ja, maar we kunnen misschien wel eerst even door. Voordat we zeg maar helemaal die leffen erop plaatsen, weet je. Dat we eerst die andere ook regelen. Heb je ze allebei. Oké, okay, door, 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 door. Dan hier kan je doorheen nu. Die is nieuw. Dan heb je hier de kist. Ja, dan hebben we ze. Nu hoef je alleen nog maar terug naar net. Weet je de route uit je hoofd? Ja, zeker. Ja? Nee, je gaat nu al verkeerd. Helemaal niet. Ik ga verkeerd. Je moest hierheen. Hierheen. Ja, wacht. Ja. Door, door, door. Rechts. Rechts. Links. Rechtdoor. Links. Ja, je bent er. Plaats je die. Even kijken. Iron. En emerald. Emerald. Juist. En dan moet je nu naar de doorgang hier. Die is open voor je. Moet je terug. Nee, je gaat verkeerd. Ja, hierheen. En dan langs de muur blijven ze. Rechts aanhouden, rechts aanhouden. Gewoon rechts blijven aanhouden nu. Ja, daar ben je er. Nou. Gaat mijn doorgang ook open dan? Ja, mijn doorgang is open. Nee, die is andersom. Nee, Max. Moeten we het nog een keer doen? Oké, waar moet ik heen? Hierheen. Ja, op het knopje. En dan? Nu is het aan jou om de route te bepalen. Deze kant op. Ja. Deze kant op. Deze ja. kant. En dan deze kant. Ja. Nee, we gaan geen dan... rondje lopen. Ik had jou door. Ik had het al gelijk door. Ja, hierheen. Ja. Hierheen. Ja. Hier. Ja. Hier. Geel. Ah, knoppie. Oké. Okay. Terug. Terug. Terug, terug, terug. Hierheen. Dan hierheen. Hierheen. Ja. Maar hier is niks. Ik heb geen... Jawel, hierheen. Oh, hierheen. Hierheen. Hier is roze. Hé, hey, hier is een lever inderdaad. Top. Die kun je meteen plaatsen, want je moet nu... Dat is de block of iron is dit. Hier, nee. Hallo. Hallo, Johnny. Ja, dan gaan we door. Oh, knopje. Oké. Okay. Helemaal terug. Helemaal terug. De ijzeren blok is al gelukt. Die hebben we al. Ah, wacht. Je gaat snel. Ja, oké. Okay, hierheen. En dan hierheen. En dan hierheen. Hebben we deze inderdaad. Helemaal top. Ja, en dan hierheen. En dan gaan we hierheen. Terug. Hierheen. Even okay. kijken hoor. Want deze is ook open gegaan. Maar dan gaan we eerst even hierheen. Ja? Wat is hier? Ah, hier is de gold. Oké. Okay. Oké. Okay, dan hebben we dus net wat geopend. Even kijken wat we net hebben geopend. Oranje. Ja, oké. Okay, dan gaan we weer terug. Helemaal terug naar oranje? Ja. Krijgen we onderweg hierheen, die levers weer te zien? Hierheen. Oké, okay, dan doen we deze intussen tijd plaatsen op. Oké, okay, gold complete. Oranje moeten we nu nog. Terug. Jemig. Wacht even hoor. Je bent helemaal verpest, zie ik nu al. Ja, dat klopt ja. Oh, terug. Waarheen? Wat is er hierheen? Ja, oké, okay, en dan? Ja, hierheen. 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 Hierheen, hierheen, hierheen. Ah, hierheen. Hierheen, hierheen. Oh, hij is al open. Doei. Oh nee, hij is nog niet open. Ik heb die nog nodig. Waar is die? Ga ik goed? Ik ga niet goed. Oh, hier zit hij. Ja. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dan kan je vast naar de uitgang gaan, want de route weet ik vanaf nu wel. Zoek het maar uit. Namelijk mega goed in Doolhoven. Dat is echt mijn specialiteit altijd al geweest. Hier, kijk op. Oké, okay. Emerald complete. Dan gaan we terug die kant op. Hoppakee. Zo, waar ben je? Klik op de knop. Oh. Toen. Dankjewel. Level 3 training. Hallo! We kunnen niet naar elkaar toe. Ik heb er geen zin in. Maar we zijn wel samen. Alleen maar die zit onzichtbaar in de muur. Ik snap nog steeds niet hoe ik hier kom. Maar goed, we ja, gaan dat door. Snap ik. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het een hele leuke game wow, tot nu toe. Wow, wat is dit? Tool village. We moeten dingen maken. Ik heb hier een Netherite X. Die kan break ook lock. Oké, die kan ik dan breken. Die ga ik breken. Zo. Ik heb dan nog helemaal niks. Oh, oneindig. Ik kan oneindig ook locks hakken als ik wil. Hier een barrel zit iets tussen. Een potion villager. Die wil graag een diamond block. Die wil graag een glass pane. En crying obsidian. Heb jij dat? Ik heb crying obsidian. Ja. En ik... Diamonds heb ik. En ja, ik moet van een houten pickaxe naar een enchanted pickaxe. Ja. Die kan dan weer stone hakken. Dan moet ik stone pickaxe naar een enchanted stone pickaxe. Ja. En die kan dan weer iron hakken. En dan iron pickaxe kan ik weer maken naar een enchanted pickaxe. Ik, en die kan okay, diamonds wacht. Hakken. Heb jij een crafting table? Ja. Ik heb die niet. Dus kan jij voor mij... Oh my days. Ik heb hout nodig. Ja, oké, okay, wacht. Ik geef jou wel gewoon even... Hier is hout. Kan jij voor mij ook een pickaxe maken? Een houten... Kan je een houten maken? Wow. Heb jij steen daar? Ja. Kan jij stenen pickaxe maken? Want ik moet ijs rakken. Ja, dat kan. Maar ik moet eerst eventjes kijken. Ik moet eerst met deze moet ik een enchanted wooden pickaxe maken. Of ja, een andere soort. Want die kan dan stone hakken. En dan kan ik... Een stenen pickaxe voor mij, die heb ik nodig. Ja, ook. Heb jij een stenen pickaxe nodig? Ik heb een stenen pickaxe nodig, omdat ik ijzer moet hakken. Oh shit, ja, dan had ik hem dus zo kunnen. Deze, ja, deze pickaxe kan nu iron hakken. Ah, kijk, top. Can break iron. Dan ga ik even ijzer hakken en dan kan ik daarna gelijk. Heb je ook kool daar, of niet? Nee. Je hebt geen kool. Oh, dat kan ik hout gebruiken om te smelten. Kijk, dan ga ik dit hout hier pakken. Dan ga ik namelijk even ijzer smelten, zo.
Want als ik ijzer heb, kan ik ook diamonds hakken. En dan kunnen we al beginnen aan de diamond blok. Heb jij zand daar? Ja. Want we moeten ook glas hebben. Ik heb glass pane nodig. En eentje. Ik heb een brewing stand. En ik krijg blaze powder als ik de diamond blok heb gedaan. Ik krijg netherwart als ik de glass blok heb gedaan. En van kruiding obsidian krijg ik een rabbit's foot. En dan heb ik de leaping potion nodig. Want ik moet hier op een pressure plate staan. Ik snap hem. We hebben hem, Robin. Het is helemaal uitgewerkt. Hier heb je 3 ijzer. Mag ik van jou een pickaxe? Ik zou wel even wat hout erbij hakken. Dat mag. Zo, hoppakee, heb je ook wat hout, alsjeblieft. Gast, dit is leuk, man. Dan moet ik dit is echt leuk. We zijn samen aan het werken. Omruilen naar een pickaxe die diamond ore kan hakken. Mm-hmm. Die moet ik dan weer aan jou geven, alsjeblieft. Ja, dan ga ik de diamond ore hakken. Die ga ik even allemaal hakken. Dan kunnen we het eerste blok al hebben. Zo, ik wil voor jou 1 diamond blok graag. Hoe heeft Fred het allemaal bedacht? Ik snap er niks van. Ik weet het niet. Die Fred heeft een hele kuim. Oké, dan ga ik die inruilen. Zo, dan hebben we blaze powder. Komt die? Dan krijg je die van mij voor het brewen. Maar ik heb ook nog 2 diamonds nodig voor een diamond pickaxe. Oeh, je hebt voor een diamond pickaxe? Wat bedoel je? Ik moet een diamond pickaxe weer omtreden om kraaien op zin in te haken. Oké. Hier heb je de diamonds. Dankjewel. Heb je nog hout nodig? Of... Nee. Dan maak je ook gelijk even een shovel. Dan kan je die zand hakken voor me. Nee, dat heb ik namelijk ook nodig. Nee, jawel, ik heb een iron shovel daarvan nodig. Wacht even. Heb je genoeg ijzer? Iron nodig. Oké, dat heb ik hier. Hoppakee. Alsjeblieft, je hebt gelijk de blaze powder. Laat maar zitten, die blaze powder. Die kunnen we dan zo verzamelen. Hoeveel crying obsidian heb je nodig? Eentje maar. Nou top. Die heb je, dankjewel. Dan gaan we die hierbij stoppen. Dan ruilen we die om. Dan hebben we de rabbit's foot. Kan ik hier omruilen voor een zandshoffel? Zo, die gaat snel. Nou, hier heb je zand. Heb ik zand? Hoppakee, dan kunnen we dat omsmelten naar glas. Stop ik even de nutteloze blokken die ik niet meer nodig heb, stop ik hierin. Dan gaan we even een glass pane. Althans, die moet jij maken. Jij moet de glass pane maken. Alleen ik maak het. Ik heb het glas. Dus heb ik 6 glas nodig. En dan kan jij de potion maken. Een potion of leaping moet jij maken. En dan kan ik die gebruiken om op een pressure plate te staan. Ook? Heb jij ook een pressure plate aan jouw kant? Nee. Nee, je moet nergens hoog springen? Nee, maar ik heb hem dus nodig. Ook een glaasje nodig, hè? Oh, je hebt natuurlijk ook een glaasje nodig, maar gelukkig, maar het komt goed. Komt goed. Hier heb je vast 3 voor een glas. Zit erin. Dank je. Ja, top. Dan kan ik die hier vast in doen. Dan doe ik ook vast de blaze powder erin. Oh, trouwens, ik moet ze wel eerst vullen met water nog. Die kan ik heb hier je... vullen. Oh, ik heb hier. Ik heb water voor je als je nodig hebt. Ik ook. Oh ja, het hier. Oh, daar hebben ze niet over nagedacht. Daar heeft Fred niet over nagedacht natuurlijk. Nee. En dan de rabbit foot erin? Nee, eerst de netherwart. Je moet eerst een awkward potion maken. Oeps. Heb je het al gedaan? En werkte het al? Nee, ik heb hem er weer uitgehaald. Oh, top. Ja, je moet eerst een awkward potion maken. Heb je die al dan? Nee, maar dat doe je met netherwart. Alleen netherwart kost die... Dat moet ik hebben. Dat kan ik omruilen met het glas. Aha. Kijk, en nog 1 glasblokje. En dan kan jij een glass pane voor me maken. En... Badabim! Die heb ik hier. En... Tonk, alsjeblieft. 6 glas. Dank u. Maak ik er een glas pane van. Kijk eens aan. Hoppakee, dankjewel. Het leuke is, ik heb de furnace en jij hebt de andere, de crafting table. Hier, heb je gelijk 16 netherwart voor me? Of voor jou bedoel ik, alsjeblieft. Dank je. Doe ik die hier erin. Zo. Maar dan kan je gaan brewen, inderdaad. Ik zie je inderdaad. Hallo! Links van je. Hallo! Hallo. Ik wil zo meteen weer naar de zon, hoor. Dus, ja, dat snap ik. Ik snap het. Ik snap het. Ik ga gewoon lekker zo meteen weer met Fred. Ik was lekker pizza aan het eten met hem. Oh. Nou, leuk. Ja. Heb je al potion? Nee. Het is nu een awkward potion. En ik doe nu en die dan moet je de rabbit foot erbij doen, inderdaad. Ik heb hem. Dus ik hoorde het. Ik hoorde klonk, klonk, klonk. Dan heb ik hem nodig. Kijk, top. Dankjewel. Potion of leaping, die neem ik dan. Slik, 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 slik. En dan klim ik hier omhoog. En dan, toenk, level 4 puzzel. Ben je er ook? Wat is dit nou weer? Wat moeten we doen? Oh, jij bent boven en ik ben beneden. Wacht, ga eens. Oh, nee. Ik kan niks doen hier. Ik heb overal knoppen. Ik kan alleen hierin staan in 1 blok. Oh, en ik zie de... Ik zie wat er gebeurt. Oh, en er moet een blokje moet hierheen. Oh, wacht, oké. Ik was met klikken. Ja, we hebben hier allemaal pistons. Nee, maar ik wel. En dat, ik moet uitleggen wat jij moet doen. Je hebt hier allemaal pistons en er is 1 concrete powder blokje. En die moet naar beneden vallen. En die moet namelijk in dit blokje hier vallen, bij mij. Oftewel, ik moet jou sturen hoe jij dat moet gaan doen. Wat je eerst moet doen is, wat precies mijn name tag nu, daarboven, moet een piston teruggetrokken worden. Ik weet niet of daar een dia. En dan nu. Moet je hier waar ik sta, moet je hem activeren? Ja, dan nu die je net deed. Oh, en dan heel snel erachteraan die andere, als het ware. Sneller dan dat. Andersom. Dus eerst die waar ik nu sta en nu die andere. Ja, zo ja, goed zo. Oké, dan moet je deze piston duwen hier waar ik nu sta. Ja. En dan tegelijkertijd die andere erachteraan. Welke? Die waar je net deed. Dus die, ja, en dan nu die ernaast, als het kan. Doe eens deze, die verste. Die ja.
Oh, kan je nu deze activeren waar ik nu sta? Ja, zo ja. Ja, dat was top. Dat was top. Oké. Okay. Dat moet dan nog een keer gebeuren. En nu die verste ook nog. Dan moet zeg maar nog één blokje verder gestuurd worden. Ja, zo, perfect. Oké, dan nu deze waar ik sta activeren. En dan nu die andere naast gelijk. Want het is hetzelfde effect als wat we net deden. Ja. Oké. Dan hier hetzelfde effect als wat we net deden. Ja. Oké, oké. Dan deze. Ja. Oh, maar dat is een sticky, dus hij wordt teruggestuurd. Jezus, hé, dat is echt een puzzel dit, man. Oké, doe die nog eens. Het zijn zoveel knoppen. Oké, dan doe je die en dan gelijk deze erachteraan waar ik nu sta. Snap je? Juist zo. Oké, dan hetzelfde. Wacht, komt eerst die en dan deze erachteraan. Die erachteraan. Oh nee, wacht, eerst deze waar ik nu sta. Nee, waar ik nu sta. Oh, helemaal. Oh, prima. Die eerst en dan deze eerst. Ja. Oké, wacht even hoor, ik ben even helemaal desoriënteerd. Deze nu. Ja, is dit een sticky? Nee, dan deze en dan die erachteraan. Ja. Oké, dan deze. Deze. Het gaat goed jongens, we zijn er bijna. We zijn bijna bij het gat. Oké, dan heb je hier drie en dan moet je die weer in de volgorde doen dat die ver wordt gepusht, weet je. Ja, zo. Dan deze en dan heel snel deze erachteraan. Dus die en dan, ja, zo, exact. Dan nu die en dan heel snel die erachteraan. Oh, nee, deze. Deze. En dan heel snel deze erachteraan. Ja. Oké, dan nu deze en dan heel snel deze erachteraan. Ja. Dan nu deze en dan heel snel deze erachteraan. Ja. Deze nu. Ik heb zo dat ik niks aan het doen ben. Ja, je bent zoveel aan het doen. Deze en dan heel snel deze erachteraan. We hebben hem! Ja! Doorcomplete! Oh, wat was die moeilijk. Oei. Dat was echt een bende om dit te doen voor mijn gevoel, maar het is gelukt. Je had sowieso geen idee wat er gebeurde al die tijd. Nee, ik had zeg maar de vloer waar jij nu op staat vol met knoppen. Ja. Ja, bij mij allemaal pistons in het plafond. Gewoon met, ik werd helemaal gedesoriënteerd ervan. Nou, laten we doorgaan. Wat was de volgende level? Door game. Oh. Wat is dit oh, nou weer? Nee. Ik kan niks. Ja, kijk, die moet ik voor je openen. Oh. Oh, kijk, dan moet jij die deze zo openen. Kan ik door? Dan kan ik omhoog. Oh, mijn god. Dit ziet er leuk uit, gast. Dan moet ik omhoog. Prima. Dan heb ik hier die voor jou. Dan kan jij... Huh? Ja, doe nog eens. Oh. Ja? Nog een keer? Ja. Nog een keer? Ja. Nog een keer? Ja. Heb jij deze voor mij? Oh, maar deze. Moeten we terug? Ja. Te snel doen. Komt er? Ja. 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 Hoppakee. Door. Dan kan jij omhoog. Dan kan jij groen openklikken voor mij. Ja, dan heb ik geel voor jou. Die kan open. Geel? Waar is geel nou weer? Hier is geel. Auw. Go. Ja. Oh, ga nou. Ja, het lukt niet. Ga nou gewoon, Conti. Go. En go. Wat is dit? Jongen. Ga nou. Yeah. Oké, gold en dan is voor mij. Terug. Mag ik wacht, terug? Hallo. Waar is gold? Mag ik terug? Hallo. Wacht. Oké, ja, go. Ja. Moet je ook weer bruin hebben? Ja, wacht even. Waar is bruin bij mij? Oh, doei. Hallo. Ga eens even terug. Hallo. Ja, wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Ja, naar beneden. Oh, naar paars. Ja, oké. Bruin. Dan moet ik weer waar door is bruin? Ook. Bij mij is bruin, denk ik. Oh ja, bruin is bij jou. Ja, dan ga ik weer omhoog. Bruin dan is welke kant omhoog. Op? Hierheen. Ah, ja. Dan heb ik jouw gold. Kijk, dan kan jij ook weg. We hebben hem. Oké, wat hebben we nu? Waar zijn we beland? Een quiz. Wat is dit? Trivia. Ah. In dit is zeker welk jaar is Minecraft? Is Minecraft gereleased? 2011. Hoppakee. Ja, top. Welk mob was per ongeluk gecreëerd? Creeper. Dat is een creeper inderdaad. En door. Welke eerste vriendelijke mob is toegevoegd aan Minecraft? Een sheep. Nee? Huh? Oké, geen sheep. 2011. Creeper. Is het dan Steve, sheep, pig of bat? Pig dan. Pig. Nee, ook niet. Is dat Steve? Wat random als dat Steve zou zijn. Oké, Steve. Nou, blijkbaar Steve was de eerste vriendelijke. Oh. Wie heeft Minecraft gecreëerd? Marcus Persson. Ja, dat is Notch. Welke versie is de Phantom gereleased?
1.13. Ja. Wat was de naam van de update van 1.5? Redstone update, weet ik uit mijn hoofd. Ja. Hoppakee! ja, volgende Hoeveel vraag. Hoeveel blokken kun je vallen zonder dood te gaan? Volgens mij 23. Ja, hoppakee. Ja, kijk, gasten, dat hebben we echt goed gedaan. Pistenparcours. Nee! Het meer, het pistenparcours. Nou, kom maar. Oké, ik haat dit soort dingen. Dit is altijd zo stressvol. Maar wat is dit dan? Oh, nee, maar er klopt niks van. Wat? Wat is dit? Wat heb je nu geactiveerd? Ik heb geen idee. Je moet deze activeren. Nee, deze. Ja. Nee, deze. Ja, die ja. Oké, komt die. Komt die. Nu deze. Nou, die. Oké, wacht. Ja, komt die nog een keer. En dan denk ik, nu kan ik hier op dit randje. Ik gok op dit randje hier. Oh, dit ging goed. Oké, prima. Dan hierheen. Ah, je zat onzichtbare muren. Gebeurde niks, maar ik schrok wel. Ah, nee. Klopt Oké, komt-ie. Ja, waarom zo, waarom zo. Oké, tel af. 3, 2, 1, go. Oh, oké, nog een keer. 3, 2, 1, go. Ah, oké, nog een keer. 3, 2, 1, go. Oké, dat ging goed. Oké, wat is dit? Welke is dit? Oké, komt-ie. Oh, maar wacht. Wat? Dan moet ik ook een andere hebben, toch? Nee, ja, en dan gelijk er eentje achterna. Ja, die moet ik wel even weten. Nee, die, ik wil niet dat het hier fout gaat. Die heb je nodig als tweede. Oké, dus het is dus die en dan die. Ja, oké, komt ie. 3, 2, 1. Oh, wat ben ik blij dat dit goed is gegaan. Oké, ik heb hier een button. Wat doet dit? Ik heb een button geklikt. Oh nee, dit kan ik niet. Nee, hij is andersom. Oké. Nee. 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 Deze, ja. Oh, maar deze ging gelijk fout. Dat ging dat gewoon niet fout. 3, 2, 1, ja. Oké. Even kijken welke dat is. Dat is deze. Oh, ja, maar je moet wel opletten wat er gebeurt. Je ging te snel. Je moet eerst even kijken wat er gebeurt. Komt-ie. Ja, dan kan je daarop. Oké, komt-ie. 3, 2, 1. Ja, moet je wel springen? Je moet hem niet op 1 doen. Moet je wel springen? Ja. Oh, waarom is het nou andersom? Dan moet je niet op 1 gaan doen. Dat... Oké. 3, 2, 1, go! Wat nu? Daar kan je vast heen springen. Ah, ik ben bang. Nee, want dat blokje gaat mij eraf duwen. Ik weet het zeker. Ja, maar nog niet. Ja, druk eens ergens op dan. Die moet je hebben. Zie je, dat komt goed. En dan die. En dan die. Oké, dan weten we dat. Spring maar. Daar kan je veilig op staan. 3, 2, 1, go. Oké. Wacht even. Nee. Nee. Die lever. Nee. Deze. Oh mijn god, die ging snel. Oké, en dan nee. Nee. Die lever was het voor mij. Oh nee, die. Nee, die. Oké, wacht, komt-ie. 3, 2, 1, go. Ja. Oké, dit kan je halen. Ja. Oh, thank god, het is gehaald. Crafting. Oh, daar gaan we weer. Maar deze keer hoeven we niks met villages te doen. Dus het gewoon craften. Ik heb een axe, die kan ook locks breken. Ja, breken, mag ik die dan? Oh, die heb jij nodig. Oké. Ik heb een furnace. En ik heb... Ja? Ik heb een crafting table. En ik heb water. Ik heb hier stone en een kopweb. Oh ja. Ja. Kijk eens aan, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Wat moet ik erbij alleen? Geen idee. Oh, wacht. Ik kan een pickaxe maken. Maken. En dan, wacht. En dan kan ik weer steen hakken. En dan kan ik een maak vast stenen... even kool voor de zekerheid. Goed zo. Hier, ik kan steen hakken vast. Nee, niet. Ik heb een pickaxe, maar die kan niks. Oké, misschien een zwaard. Als ik een houten zwaard maak, misschien kan ik dan de kop zakken. Nee, die kan ik ook niks mee. Wat moet ik dan maken? Hè? Ik kan niks met een zwaard of een... Die ga ik hier ook in de kist doen. Oh, trouwens, ik heb hier een villager. Die kan met een goede pickaxe en zo. Jongen, hier heb je een goede pickaxe. Sukkel. Dankjewel. Heeft die ook weer niet door? Dan heb ik deze. Die kan steen breken. Die kan steen breken, top. Nou, dan gaan we steen breken. Wat hebben we nodig? Daar heb ik weer een stenen pickaxe nodig. Dat kan ik je echt zomaar geven, gewoon. Hier heb je een stenen pickaxe voor mij. Hoppakee. Die kan ik omruilen en die kan iron ore hakken. En die heb ik hier dan ook, zo. En dan moet dat denk ik gesmolten worden. Want dat heb jij denk ik nodig. Ik denk het, ja. Misschien dat ik daarmee een zwaard kan maken wat de kopwebs kan slopen. Nee, ja. Dan moet je eerst het zwaard teruggeven. En dan kan ik en die maakt kopwebs hij hem. Laten. Ik snap hem. Hij rij. Hij rij. Hier heb je er vast één.
Oké, okay, wat doe ik ermee? En hier heb je er nog één. Oké. Okay. Moet jij een zwaardje maken? Een zwaardje maken? Ik kan een zwaardje maken, daar ben ik heel goed in. Ik heb een zwaardje gemaakt. Die wil ik weer terug. Ja. Dan krijg ik deze, dan krijg ik deze. En dan moet ik deze hier indoen voor deze. Dan krijg jij deze weer terug voor de kopweb. De kopwebs, oké, okay, dan kan ik de kopwebs lopen. Dan krijg ik strings uit. En ik heb hier ook een waterpoeltje, dus misschien moeten we vissen. Is ja, ik heb namelijk gekookte zalm. En ja? Gekookte normale vis nodig. Ah, oké, okay, dan ga ik wel even vissen. Komt goed. Ik kan namelijk hier een vishengel maken. Die moeten we niet inruilen, een vishengel toevallig? Nee. Oké, okay, dan ga ik gewoon even vissen. Een drie zalm... normale en drie zalmpies. Drie normale zalm. Of drie kots. Drie normale en drie zalm. Drie normale wat? Ja, drie kot dus, ja. En drie zalm. Ik denk al, wat is drie normale? Ja, normale vis. Ja, ik heb de eerste raw kot. Die geef ik van zin. Die gaat jouw kant op. Dat is goed. Het duurt al heel lang voordat ik een vis heb gevangen. Dit duurde echt legit denk ik een minuut. En dat is echt, voor vissen is dat heel lang in Minecraft. Oh nee, het duurt telkens zo lang heb ik een buffervis gevangen. Oh, zonde van de tijd. Oeh, een zalm. Oké, okay. Gaat erbij. Dankjewel voor de zalm. Dus we hebben nog twee zalm en nog één kot nodig. Ja. Eén kabeljauwtje. Eén kabeljauwtje. Een kot, dus je hebt een kabeljauwtje. Dus nog twee keer een zalmpie. Dankjewel. Ja, ik heb een stokje gekregen eruit, helemaal top. Nou, dankjewel. Hoe kun je er weer een stok op vissen? Ja, weet ik veel. Het is een 2x2 blokje hier waar ik aan het vissen ben. Van kwarts. Ik weet niet eens hoe je vissen maar dan zwemmen. Had je dat stokje toch nou, kunnen hier heb je leer, alsjeblieft. Daar heb ik ook op gevist. Dankjewel. Alles behalve zalm. Ja. Kan wel jou. Dankjewel. Schiet eens op, Max. Jemig, wat dit doet lang, jongens. Puffervis. Hou op, dat wil ik niet. Nee, ik weet het, maar we hebben nog twee zalm nodig. Waarom duurt het zo lang? Kan het niet sneller? Is er niet iets wat jij kan doen? Nee. Heb je geen chance voor me of zo? Nope. Ik heb schoenen opgevist. Max, ik wil gewoon nou zalm. Hou nou eens op. Ik wil gewoon nog twee zalm. Zalmpies. Dat duurt het nou echt zo lang. Mm-hmm. Ik heb meer als een bot, een stok en drie kabeljauwtjes opgevist in de nieuwe. Maar geen zalm. Het is gewoon al niet gelukt om zalm op te vissen. We moeten er nog twee, hè? Vergeet dat niet. We hebben er pas één. We moeten er nog twee. Gewoon. Het is zo ontzettend lang. We zijn denk ik echt al... Hoe lang ben ik aan het vissen nu? Ik denk 10 minuten al. Een zalm! Ik heb een zalm! We hebben er één! Yes! We hebben er nog eentje. Dit is het hoekie. Ik ben erachter gekomen. Dit is het zalmhoekie. Zal Max erin slagen om snel nog een volgende zalm op te kunnen gaan vissen? Je ziet het in de volgende aflevering.